Als je Badr wil bestrijden in een gevecht, moet je Badr een beetje boos maken. Als Badr normaal vecht, combineert hij. Ik vind dat hij hard slaat. Combineert goed, ook met zijn benen. Hij vecht gevarieerd. Maar op het moment dat hij die kortsluiting krijgt en je kan het teweeg brengen vanaf de eerste seconde, dan heb je gewonnen. Want dan gaat hij gekke dingen doen. Dan vecht hij met zijn hart in plaats van zijn hersens. Badr heeft bij mij bij de jeugd getraind, dus hij beheerst echt wel de basis. Hij heeft een goede basis. Hij heeft vanaf zijn 10e jaar, denk ik, tot zeker wel 14 jaar of zo, tot de 14e. Toen is hij weggegaan. Wat Badr uniek maakt? Ja, als je alleen Badr ziet lopen, dan zie je het eigenlijk al. Een bepaalde energie wat hij heeft, hoe die de ring opkomt. Toen kwam hij terug, toen kreeg hij een contractje van Simon Ruts. Toen heeft hij een jaar bij mij getraind, tot de laatste wedstrijd in Japan. Dat hij tegen Leko vocht met die draaitrap. Dat was de laatste wedstrijd dat hij bij mij heeft voorbereid. Want ik kon toen niet mee. Hij is zelf naar Japan toe gegaan met andere jongens, met Edwin Vinos en een andere groepen.